Petra de Sutter, hoogleraar in de gynaecologie, transvrouw en sinds 1 oktober 2020 minister voor ambtenarenzaken in de regering De Croo. Haar authenticiteit en dossierkennis zorgen ervoor dat ze gerespecteerd en vertrouwd wordt over partijgrenzen heen. Ze valt terug op muziek in moeilijke, maar ook op mooie momenten. Dat hebben we alvast gemeen. Hoog tijd is om haar te interviewen voor Olalala. Welkom Petra de Sutter. Hallo Lore. Mag ik Petra zeggen? Zeker, als ik Lore mag zeggen. Absoluut. Van jongs af aan heb je een ontembare liefde voor muziek. Je speelt dwarsfluit en cello. Je hebt ook een heel tijdje gezongen in een koor. Heb je muziek nodig om op te laden en te ontladen na een drukke werkdag? Of wat doet muziek eigenlijk met jou? Goh, muziek brengt mij in een andere staat, een andere modus. Muziek is voor mij transcendent. Doet me een beetje ontsnappen aan de rat race waar we elke dag gevangen in zitten. Dus voor mij is dat zuurstof. Zuurstof voor de ziel of voor de geest of voor wat je maar wil. Ik ben verslaafd aan muziek. Dat is zo. Ik sta op met muziek. Ik ga slapen met muziek. Ik probeer ook actief zoveel mogelijk te spelen, vooral cello nu, als de tijd het mij toelaat. Helaas is dat beperkt. Mm-hmm. Maar vroeger, als ik jong was, als ik studeerde, was dat altijd met muziek. En veel mensen begrepen dat niet. Hoe kunnen studeren met muziek? Hoe kunt u dan concentreren? Ik kon niet studeren zonder muziek. Vreemd, maar zo is het. En ik heb ook altijd gewerkt met muziek. Dus stel, je hebt 2 uur een dossier, je moet dat instuderen, moet dat of iets voorbereiden. Dan zal ik altijd Spotify opzetten nu. Dat is voor mij essentieel. Ik luister heel graag en heel vaak naar Clara. Als ik echt niet wil gestoord worden, dan is het Clara Continuo. Omdat ik dan de stem van de journalisten niet hoor. Niet dat ik die niet wil horen, maar als je moet concentreren, is dat natuurlijk wat moeilijker. Dus van 's morgens tot 's avonds muziek, ja. Ik heb dat nodig. Dat laat mij echt wel toe om te ontladen, zoals je gezegd hebt, om een beetje tot rust te komen, evenwicht te vinden, balans te vinden. Het heeft ook te maken met tot rust komen in mijn hoofd. Mijn hoofd staat nooit stil en om het te doen, mijn hersenen dan, om het te doen stilstaan, heb ik muziek nodig. En naar welke muziek grijp je dan terug? Ik hou eigenlijk van alle goede muziek. Dus dat kan alles zijn. Bijvoorbeeld ook jazz of blues of moderne muziek, kleinkunst. Maar hoofdzakelijk toch klassieke muziek. Dat is iets wat mij het meest tot rust brengt, waar ik het meest kan van genieten. Op zowel een, ik zou bijna zeggen, rationeel intellectuele manier, als een emotionele manier natuurlijk. Hè. Muziek raakt je ziel, het doet echt een snaar trillen binnen in jou en dat heeft met emotie te maken. Met iets wat ik ook niet echt onder woorden kan brengen. Vandaar dat ik het woord transcendent heb gebruikt. Ik kan in vervoering geraken, hè, want je zou het woord ontroering kunnen gebruiken. Het is meer vervoering, het is een soort trance, een soort flow, die vergelijkbaar is waarschijnlijk met ja, de Grand Canyon exploreren of een prachtige zonsondergang. Ja, je kunt dat ook hebben in de natuur. Dat soort overweldigende ervaring van wauw, wat ben ik toch klein en nietig. Wat is jouw meest bijzondere muzikale herinnering uit jouw jeugd? Ik was in de humaniora heel goed bevriend met een muzikant die ondertussen professioneel hoboïst geworden is, Joris van den Houwe. En we waren 12, 13, 14 jaar. En wij gingen samen de zakpartituren gaan kopen van de symfonieën van Beethoven om dan te proberen om die van buiten te leren. Voilà, dat was mijn waarschijnlijk vreemdste muzikale ervaring. Opnieuw, als je dat aan mensen vertelt, dan moeten die toch eens kijken van, meen je dat echt? Want andere kinderen van die leeftijd of adolescenten deden wel andere dingen op 13, 14 jaar, maar wij deden dat. En dat heeft mij enorm ook veel bijgeleerd over muziek, over hoe een symfonie opgebouwd wordt en hoe meerstemmigheid werkt enzovoort. Dus ik heb daar fantastische herinneringen aan. Dat is al van in mijn adolescentie, zeg maar, de manier waarop ik met muziek ben omgegaan. Mm-hmm. Beetje vreemd misschien, maar zo is het.
Je bent al decennia lang een gerenommeerd wetenschapper, maar hebt ook grote idealen die je nou aan het hart liggen, ratio en emotie. Mm-hmm. Spiegelt deze dualiteit zich ook af in jouw muziekkeuze? Ja, ik vind dat geen tegenstelling. Ik vind dat complementariteit. In muziek heb je, het wordt misschien wat theoretisch, hè, maar je hebt de melodie, zeg maar. Harmonie, hoe dat klanken samen kunnen klinken. En je hebt natuurlijk de dynamiek, het ritme in muziek. En die spreken eigenlijk allemaal verschillende elementen aan. Bijvoorbeeld voor mij is ritme, dynamiek, iets wat mij emotioneel zal aanspreken. Meer dan rationeel. Mm-hmm. Maar pure harmonie, het ideale voorbeeld, iedereen zal dat wel vernoemen, is natuurlijk Bach, Johann Sebastian Bach. Dat is wiskunde op muziek gezet, of op geluid, op toon gezet. En dus dat spreekt mij ook rationeel aan, intellectueel aan, als je wilt. Op welke scharniermomenten in jouw leven speelde muziek en welke muziek een belangrijke rol, Petra? Er zijn wel momenten geweest waarop ik het wat moeilijker had. En waarop ik heel... De momenten waarop ik heel erg op zoek was naar mijn eigen identiteit, zeg maar. En waar ik heel, heel erg de bodem had bereikt. En dan had ik enorm veel nood aan muziek om in weg te vluchten. Dan was het eigenlijk niet een ontlading of een vervoering die ik zocht. Maar meer een soort vlucht, een soort verdoving om echt mm-hmm. niet te moeten nadenken over gevoelens en over verdriet en pijn. En dan opnieuw, voor mij is het altijd Bach geweest. Dat is voor mij de meester. Ik heb die eigenlijk pas later ontdekt hoor. Als ik echt jong was, was het Beethoven. Hè. Dus zoals ik zei, als we 12, 13, 14 jaar waren, al de symfonieën van Beethoven, zo goed als van buiten gekend. Ik vind het nog altijd bij de top horend, hè, Beethoven, zonder discussie. Maar pas later ben ik Bach gaan ontdekken. En ook vocale muziek, dat is ook pas veel later gekomen. Daar had ik veel minder affiniteit mee als ik echt jong was. Ik denk dat ik 25 was, voor ik voor het eerst van opera ben gaan genieten en dat ontdekt heb. Dat is toch een proces dat je moet leren. En dus, je vraag was, mm-hmm. op moeilijke momenten, mm-hmm. dan de vocale muziek van Bach, de oratoria, de cantates, Matthäus Passie, dat vind ik een topwerk. Daar kon ik troost in vinden. Mm-hmm. En even weg van de realiteit. Mm-hmm. Wat ik ook heel, heel mooi vind, is muziek die een doorgaande flow met zich meebrengt. Zoals? Bijvoorbeeld Philip Glass, om dan een meer hedendaagse componist te noemen. Maar ook Gregoriaanse muziek. En je hebt gezegd dat ik gezongen heb. Ik heb in twee koren gezongen, gedurende vele jaren. En in één koor heb ik Gregoriaanse muziek gezongen. Daar ben ik moeten mee stoppen, want dat was een mannenkoor. En daar kon ik niet blijven zingen. Maar ik heb dat heel graag gezongen, omdat mij dat eigenlijk in een soort flow, een soort trance bracht. Terwijl je dat zingt, dat is toch anders dan als je er naar luistert. Ook als je er naar luistert, kan dat heel rustgevend zijn. Maar het fantastische, vind ik, is dat het begint niet en dat eindigt niet. Het ook door het samen zingen, die verbinding die je dan voelt met... Dat is dan het samen musiceren in het algemeen. Dat is gewoon fantastisch, ook instrumenteel. Mm-hmm. Instrumentaal zeker, als je samen speelt met anderen. Ik heb jarenlang dwarsluit gespeeld samen met een violist en een pianist. We speelden barokmuziek en we konden alle drie voldoende spelen om zonder te oefenen van opzicht wekelijks ons ding te doen. Dat was superleuk en dat is ook gestopt helaas omwille van tijdgebrek. Samen spelen is voegt nog een dimensie toe. Omdat je er net vroeg, samen musiceren, wat doet dat? Daar moet ik eens goed over nadenken, maar dat doet iets. Dat doet iets misschien met je hersenen ook, ik weet het niet. Van op elkaar in te spelen en, mm-hmm. en die harmonie te zoeken. Dat meer stemmige, ook met instrumenten natuurlijk. Maar in een koor heb je dat natuurlijk ongelooflijk. Om te beginnen, binnen jouw partij moet iedereen ongeveer al hetzelfde proberen zingen. Hè? Mm-hmm. Maar dan heb je die meer stemmigheid.
En als je dan 8-6-stemmig en 8-stemmig kunt gaan zingen, well, dat is ongelooflijk. Er zijn ook in de oudere muziek hele mooie polyfone stukken geschreven voor, ja, ik ben het een beetje kwijt nu, maar ik dacht dat iemand iets geschreven had voor 40 verschillende stemmen. Hè. Dat zijn dan 40 zangers die, ik heb het ooit eens opgevoerd gezien, Spes in Allium, denk ik dat het noemt, van Thalys. Opzoeken. Maar ik denk dat Spes in Allium is. En ik heb dat ooit eens, dacht ik, uitgevoerd gezien in een cirkel. Impressionant is dat. Als je al die stemmen verschillende partijen hoort zingen en dan toch tot één harmonieus geheel hoort komen. Om dat te componeren, dat moet ongelooflijk moeilijk geweest zijn. Enfin, Bach was ook een meester in dat soort intellectuele oefeningen, want dat zijn dan echt wel ja, oefeningen in compositie en in contrapunt enzovoort. Dus bon, daar ben ik geen expert in. Ik heb dat nooit bestudeerd of gestudeerd, maar ja, kan dat wel appreciëren. Mm-hmm. Hij benaderde perfectie. Absoluut, ja, dat denk ik wel. Mm-hmm. Voor welke muzikus heeft u de meeste bewondering en waarom? Dat is Jacqueline Dupré. Het is eigenlijk door Jacqueline Dupré dat ik dan cello ben beginnen spelen. Ik zat met de vreemde idee van, ik speel dwarsfluit, dus ik ben dwarsfluit beginnen spelen als ik 12 was, denk ik. Mm-hmm. Tot wanneer ben ik cello beginnen spelen, 15 geleden. Tot dan dacht ik van, ja, dat is mijn instrument. Je hebt een instrument en houd u aan dat instrument. Maar ik had eigenlijk altijd graag cello willen spelen. Ik heb altijd een zwak gehad voor cello. En ik heb een opname gezien, een documentaire op televisie, jaren geleden dus, 15 jaar geleden allicht, waar Jacqueline Dupré het celloconcerto van Elgar speelt met Barenboim, die toen haar partner was als dirigent met de BBC Orchestra, als ik me goed herinner, zwart-wit opname. Die staat op YouTube, kunt die zo vinden. Die is fantastisch. Die speelde die Elgar met een gevoel en een virtuositeit die ongelooflijk is. En toen dacht ik van, potverdorie, waarom mag ik geen tweede instrument leren? Allee, wat houdt er mij nu tegen? Om te zeggen, oh, dwarsfluit is... En ik speel graag dwarsfluit. Ik heb altijd graag dwarsfluit gespeeld. Maar dan ben ik gewoon... Dan ben ik beginnen met cello spelen. Nu, Jacqueline Dupré heeft ook een beetje dramatisch leven gehad, want die heeft MS gekregen. Op een bepaald moment kon zij dan ook niet meer spelen. En ze is gestorven als ze begin de 40 was, ik denk op haar 42ste. Dus dat was in die jaren, lang geleden, een bekende muzikante met een zeer tragische levensloop, zeg maar. En dus veel mensen zijn die een beetje vergeten, maar dat is voor mij nog altijd iemand waar ik heel veel bewondering en sympathie voor koester, als je dat kunt zeggen. En wat precies in haar muziek raakt ze? Oh, je moet ze zien spelen. Mm-hmm. Dat heeft... Ja, ze was heel passioneel. Ze speelde echt met passie. En dat betekent niet dat er niet vele andere cellisten zijn die ook met passie spelen enzovoort. Maar zij had wel iets. Trouwens, de echte critici, echte experten zeggen ook van, ja, haar techniek was toch niet 100% zoals het misschien moet zijn. Maar dat, voor mij doet dat er niet toe als je die ziet spelen. Maar zo'n levensvreugde, passie, gedrevenheid. Ja, plus het feit dat je dan weet dat ze MS heeft. Allee, ik vind dat een tragisch verhaal en dat grijpt mij aan. En dus ja, op die manier, je moet echt eens kijken naar hoe dat ze die Elgar speelt. Dank je voor de tip. Ja, absoluut. Mm-hmm. Met wie zou je eens graag samen muziek spelen? Oei. Samen spelen. Ik beschouw mij echt als een amateur muzikant. Hè? In uw wildste dromen. Met Dirk Brossé. Ik vind dat een fantastische muzikant, dirigent, componist. Ik volg hem al vele jaren. Destijds naar concerten geweest die hij gedirigeerd heeft. Hij heeft ook een prachtig celloconcerto geschreven. Een jaar of 3-4 geleden. Uitgevoerd toen met Marie Alainc, die een grote celliste is. Dus dat zie ik zo nog wel een keer zitten. Van in mijn wildste fantasieën kan ik zo goed cello spelen dat ik zijn celloconcerto speel terwijl dat hij dirigeert. Voilà, waarom niet. Maar ik heb ook wel iets bijvoorbeeld met iemand zoals Jeff Neve. Die is denk ik door iedereen wel bekend.
Omdat wat die doet ook op piano is zo veelzijdig. Die laat zich niet in een hokje stoppen. Dat is iemand die zo wijd gaat, zo met muziek bezig is en dat zelf ja, belichaamt. Stel dat ik fantastisch goed zou kunnen spelen, ja, dan zie ik mij op cello wel met Jeff Neve aan de piano iets doen. Bijvoorbeeld. Mm. Voilà, dat zijn mijn wilste fantasieën. Ik hoop dat ze dat niet gaan, weet, komt er wel eens ooit eentje uit, Petra. In een ander leven, Lore. Wel, dat is misschien een ideale aanzet om de laatste vraag te stellen. Stel dat je zou kunnen reïncarneren in een artiest. En liefst in een Belgisch artiest. Wie zou je dan willen zijn in een volgend leven en waarom? Herrewegen. Dat is Philippe ook zo'n klepper, hè? Philippe Herrewegen. Ja, die heeft mij echt Bach leren ontdekken op een andere manier, op zijn heel specifieke manier die we allemaal kennen natuurlijk. En er is ook een tijd geweest dat ik een aantal van zijn concerten, of dat ik veel van zijn concerten heb kunnen bijwonen. En dat die man is, dat is wereldtop natuurlijk, dat is klasse, die voor mij Bach ook op een andere manier heeft leren ontdekken dan wat ik kende van de uitvoeringen die ik had. Dus het Collegium Vocale als... Herwegen dus misschien toe. Maar laten we zeggen, één van de zangeressen in het Collegium Vocale, dat is voor mij al goed genoeg. Omdat ik heb altijd heel graag gezongen. Hè. Dat is echt wel iets. Ik ben daarmee gestopt en dan ben je die training van je stem kwijt. Zingen de stem is waarschijnlijk ook een van de mooiste, of het mooiste instrument wat er is. De menselijke stem kan ongelooflijk veel. Dus een zangeres zijn in het Collegium Vocale, laat het ons zo zeggen, onder leiding van Philippe Herrewegen. Nog zo'n wilde fantasie. Ik wens het u van harte toe. Bedankt, Petra. Dank je wel, Lore.